Van een 122 meter hoge reus in de Chileense woestijn tot een oud landgoed en mysterieuze piramides. Bekijk onze lijst met de top 10 ontdekkingen in de woestijnen over de hele wereld die je zullen verbijsteren. Laten we beginnen! Yeah! 10. De Atacama-reus. Chili is beroemd om het feit dat het meest zuidelijke land ter wereld is, het dichtst bij Antarctica. Maar wist je dat er enorme woestijnen in Chili zijn, vol mysteries die je met verbazing zullen achterlaten? Eén van die mysteries is vrij recent ontdekt. Het is de Atacama Giant. De Atacama Giant is een bijna 122 meter lang geoglyf dat een menselijke figuur voorstelt. Er zijn veel meer geoglyfen in dit gebied, maar dit is de grootste en meest intrigerende, omdat zelfs de top-experts de oorsprong niet kunnen ontdekken en met meer vragen dan antwoorden achterblijven. Als je naar de top-geoglyf-experts luistert, zullen ze je vertellen dat deze geoglyfen waarschijnlijk daar zijn achtergelaten door de Inca's om hun godheden te vertegenwoordigen. En als je naar de mensen luistert die in het gebied wonen, zijn dit creaties van goden en buitenaardse wezens. 9. 1200 jaar oud landgoed. Gamers kennen de naam Negev als een geweer uit de populaire PC-game Counter-Strike. Maar die naam was eigenlijk al in gebruik voor een rotswoestijn in Israël. En oh man, heeft Negev een leuk geheim. Verkenners in het gebied hebben een enorm landgoed gevonden dat meer dan 1200 jaar oud is. Het behoorde toe aan een rijke man die het gebruikte om de boeren die voor hem werkten te overzien. Het is zeer luxueus ingericht voor die tijd, met marmeren en stenen vloeren met frescomuren die uitkijken over elke hoek. En alles in heldere kleuren. In het midden van het complex bevindt zich een diepe put, vermoedelijk een waterreservoir. Een luxueus gebouwd landhuis voor één man om arme werknemers te overzien. Hoewel het gebouw geweldig is, is de oorsprong ervan een beetje triest. 8. Carlsbad Caverns. Dit nationale park ligt in de Chihuahua-woestijn in New Mexico en is vernoemd naar deze geweldige grotten. De Carlsbad Caverns zijn een complex van honderden grotten die meer dan 100 jaar geleden werden ontdekt en verkend en sindsdien een toeristische attractie zijn geworden. Mensen zijn verbaasd over de unieke schoonheid die elke grot herbergt en over unieke planten en dieren die ongebruikelijk zijn voor het gebied, maar die binnenin groeien. Mensen wisten eeuwen geleden al van deze grotten en er werden veel prehistorische nederzettingen gevonden in dit gebied, variërend van millennia tot het begin van de 19e eeuw toen het Amerikaanse leger de inheemse bevolking verdreef om plaats te maken voor hun eigen boeren. Zelfs als je bang bent om de woestijn in te gaan om meer dan een dozijn vleermuissoorten te zien, zijn er genoeg schattige berggeiten aan de buitenkant om te bekijken. 7. Vijf oude grafsteden van Egypte. Telkens wanneer er een tombe wordt ontdekt in Egypte, hopen experts dat het de lang verloren tombe van Cleopatra is. Maar zelfs als het haar tombe niet blijkt te zijn, is er geen plaats voor teleurstelling, omdat elke tombe zeer uniek en interessant is. De vijf tombes werden ontdekt in de Saqqara-regio, vlakbij Cairo, die al bekend staat om zijn tombes, piramides en schatten. Maar deze vijf tombes zijn meer dan 4000 jaar oud. Deze ontdekking is verbluffend omdat, hoewel de tombes zeer luxueus zijn gedecoreerd, ze niet toebehoorden aan royalty. Ze behoorden toe aan mensen die dicht bij de farao stonden, die hij waardig genoeg achtte om unieke begraafplaatsen te hebben. Het gaat hier om vrij gewone mensen, zoals een priester, een staatsman en de vrouw van een man genaamd Iri, die onbekend is in de geschiedenis. 6. De Meroë-pyramides. Wij associëren piramides altijd met Egypte, maar Soedan heeft bijna twee keer zoveel piramides. Sommige behoorden weliswaar tot het oude Egypte, maar Egypte was niet het enige machtige koninkrijk in Afrika. Toen Egypte minder belangrijk begon te worden, was het koninkrijk Kush op zijn hoogtepunt en wist het een groot deel van Egypte te veroveren. De Meroë-pyramides zijn de rustplaats van de Nubische zwarte farao's. Er liggen meer dan 200 piramides verspreid over het gebied, wat laat zien hoe krachtig en oud dit koninkrijk was. De Meroë-pyramides zijn veel kleiner dan die in Egypte, maar er zijn er veel meer. En als je er één wilt bezoeken en zelfs tijd onder de sterren wilt doorbrengen, in tegenstelling tot Egypte zijn er geen gewapende bewakers en oplichters die je geld willen afpakken in ruil voor een nepkaartje. 5. De kolossie van Memnon. Deze twee standbeelden hebben bijna de tand destijds doorstaan. Het beroemdste standbeeld van het oude Egypte is de Sphinx, maar de twee standbeelden van koning Amenhotep III zijn net zo mooi. Zo niet mooier dan de Sphinx zelf. De standbeelden tonen de koning in een zittende positie met kleinere figuren van zijn vrouw en moeder om hem heen. Beide standbeelden zijn net geen 18 meter hoog en wegen ongeveer 653 ton. Deze standbeelden zijn geassocieerd met verhalen over koning Agamemnon,
Maar helaas werd het enorme en weelderige graf van Amenhotep III dat achter hen stond verwoest door een aardbeving kort na de constructie rond 1200 voor Christus. Op de een of andere manier overleefden de standbeelden, maar ze werden verder beschadigd tijdens een andere aardbeving in 27 na Christus. Ze werden gemaakt in Cairo en op de een of andere manier getransporteerd naar Luxor. Zelfs met moderne vrachtwagens en helikopters zou dit een onmogelijke taak zijn. 4. De Nazca-lijnen. Nu gaan we weg uit Egypte om deze adembenemende ontdekking in Peru te benadrukken. De Nazca-geoglyphen. Deze Peruaanse geoglyphen werden grappig genoeg ontdekt door een team onder leiding van voornamelijk Japanse experts. Een groep locals ging met hen mee en ze slaagden erin 168 voorheen onbekende nieuwe geoglyphen van verschillende maten te vinden. Veel van deze figuren zijn vanuit de lucht te zien en het onderzoek werd vergemakkelijkt door het gebruik van drones. Je kunt duidelijk de verschillende dieren of figuren zien die ze afbeelden. Geoglyphen werden gemaakt door de bovenste laag rots te verwijderen om een langdurige figuur te maken, ook al lijken ze op een stoktekening in het zand. Het proces is fascinerend, vooral omdat ze duizenden jaren oud zijn. En, net als de Atacama Giant, weet niemand echt precies hoe en waarom ze daar terecht zijn gekomen. 3. Oud bouwwerk van een kameel. Je zou kunnen denken dat dit gewoon rare kliffen zijn, maar als je beter kijkt, zie je de oudst bekende dierensculpturen. Deskundigen geloven dat deze kamelenbeelden 5200 tot 5600 jaar oud zijn. Van de 21 gevonden beelden zijn er 17 kamelen en de details van de sculpturen zijn verbazingwekkend, vooral gezien hun grootte. Deskundigen waren verbijsterd om deze te vinden, omdat niet bekend is wie ze daar heeft achtergelaten en hoe ze ze hebben gemaakt met stenen gereedschap. Ze beweren dat zelfs met moderne apparatuur de meest ervaren beeldhouwers ter wereld jaren nodig zouden hebben om deze af te maken. 2. Mysterieuze metalen monoliet. Deze ontdekking lijkt wel het begin van een geweldige film. Een helikopterbemanning die over Utah vloog zag een gigantische metalen monoliet. Van veraf leek het op een spiegel, maar zodra ze dichterbij kwamen werd het duidelijk. Nou ja, wat duidelijk was, was dat het een metalen blok was midden in het niets, zonder enige aanwijzing over de oorsprong. De monoliet is 3,7 meter hoog en trok onmiddellijk veel media-aandacht, vooral toen hij 's nachts verdween. Mensen dachten dat het Bureau of Land Management het had verwijderd omdat het illegaal was geplaatst. Maar zij ontkenden die claims omdat het op privéterrein stond. Dit kan een modern kunstwerk of een grap zijn. Laten we hopen dat het niet iets ernstigers is, omdat we allemaal weten wat er in films gebeurt wanneer je iets mysterieus van een rots verwijdert. 1. Excessief water in de woestijn. We komen eindelijk bij ons hoofdonderwerp van de dag, dat iedereen die het zag verbijsterd achterliet. Dit is ongehoord! Wadi al-Ruma in Saoedi-Arabië was een droge, kale grond zonder enige vegetatie, totdat, uit het niets, regen begon te stromen in de vallei. Zware regenval in het gebied stopte dagenlang niet en al het overtollige water stroomde de vallei in, waardoor deze droge, levenloze grond veranderde in een meer. Dit is een zeer zeldzame gebeurtenis die eens in de paar decennia voorkomt. Alle vormen van transport stillegt en scholen en steden sluit. Het tijdelijke meer duurt meestal een paar weken. Mensen gebruikten het tijdelijke meer om hun jetskis te brengen en sommigen maakten zelfs zelfgemaakte vlotten. Nou, jetski in de woestijn is zeker een primeur. De echte vraag hier is echter wat je van de foto vindt. Heb je ooit iets intrigerenders gezien dan dit? Weet je van nog andere verbazingwekkende ontdekkingen die we niet hebben genoemd in onze lijst? Als dat zo is, laat het ons dan weten in de opmerking hieronder. En zoals altijd, als je van de video hebt genoten, geef hem dan een dikke duim omhoog. Vergeet niet om je te abonneren op ons kanaal met melding aan, zodat je geen van onze toekomstige uploads mist. Tot de volgende keer!